Ja, ja, dat is record. Goed. Dames en heren, goedemorgen. Welkom bij Trigger Happy. Oké, als eerste Trigger Happy gaat onze Nick als gorilla mensen achtervolgen. Gorilla. Hi, Alika. Zijn we al op tv? Ah, dag beste kijkers, we zijn hier in een of ander land, Rusland. En we gaan juist de winnaar van de Ronde van Rusland interviewen, inderdaad. Dag mevrouw. Dag meneer. Ja. Ik heb al veel meegemaakt, hè. Zoals? Ah wel, die Ronde van Rusland. Kijk, ik ben al etappes gewonnen, hè. Nee, u hebt er geen gewonnen. Ah, maar hoe kan ik dan de ronde wonen? Door altijd tweede te zijn? Of laatste? Nee. Ah, maar dan als ik laatste ben, dan heb ik een rode lantaarn, hè, maar ja. En hoe komt het dat u op een fiets komt? Want u ziet er dan nog een beetje dik uit, mevrouw. Zeg, ik ben niet beledigd, hè? Nee, maar de waarheid kwetst, hè? Ja, maar ik stak een grote dalen in mijn wit gras, maar ja, dat is wel handig dat ik zo in de wei zo al dat gras heb, hè, ja. En die horens, wat heeft dat voor nut op de fiets? Ah wel, als ik hier aankom, dan moet ik mijn eigen poot niet in de lucht steken, hè. En hoe komt het eigenlijk? Wordt u nooit uitgelachen omdat u een koe bent tussen al uw menselijke collega's? Nee, ik word gewaardeerd, want ik ben eerst in de Ronde van Rusland, dus ja. En tweede in de Tour de France. Mijn supporters zijn daar! Zullen de supporters dus gaan interviewen? Ja, gaan we de supporters gaan interviewen. Dag mevrouw, hoe voelt het dat hij de koe gewonnen heeft? Bent u blij? Ja, ik was ik was smeer. Ja, ja, ik dacht dat ook eigenlijk, meneer. Maar gaat u nu altijd winnen? Allee, supporter zijn of... Deutsch. Ah ja, volgende week gaat hij de Ronde van Duitsland winnen. Inderdaad. Inderdaad. Dat is de koelmatsie, dat is wel. Ja, ja, dat is haar naam. Ja. Wat vindt u van haar trui? Dat is de nieuwe versie van de gele trui. Maar ik heb niet gewoest dat ik kon zwemmen. Ik heb voor veel vis gehad. Kun je een paar vragen stellen? Nee. Nee? Nee? Wat? Mogen we even een vraag stellen? Nee, ook niet. Maar aan Zolde, en wat vindt u daarvan? Ah, dat is goed, ja. Oeh, een neus! Een vlieg op je neus! Oh, dat is mij. Wauw! Maakt een film, toch? Allee. Dat is voor de BBC, mevrouw. Is
bent, ja, mogen we je wel vragen stellen? Dat mogen we maar. Wat vindt u van de zon in Gent? Ik vind het hier veel leuker dan in Antwerpen. Veel gezelliger volgen. Bent u geboren in Antwerpen? Ik ben in Antwerpen geboren. Waarom komt u dan naar Gent? Omdat mijn dochter in Gent woont. En ook van zon? Wat vind je? In zon? Ja, voor schoenen, ja. Ah, en wat vindt u van de schoenen? Ik vind op het moment zelf vrij druk. ik zou mijn zin wel goed kunnen vinden, maar een dikkere past er mee. Ah ja, dat moet ik dan wel afvinden, denk ik. Oké, okay, bedankt. Dan ben ik. Ja, daar. Nee, is goed. Ja. Van het begin van... Het is een beetje veel is, misschien, maar... Het is gewoon een stilo, maar het is overweldigend, hè? Veel meer als dat. Ja, en hij heeft hier ook twee mooie gaatjes. Het is supersonisch. Ja. Het is fantastisch, hè? Gaan we akkoord, mevrouw? Om te ruilen? Ja. Nee, ja. Toch niet. Bedankt. Nee. Ik had niet gedacht dat het nodig was, maar... Ik had echt gedacht dat... Je krijgt dit ook nog. We zijn echt teleurgesteld. Hier, dit is super horloge. Ja. Het is echt... En iets anders misschien dat u wilt ruilen voor, want dat is echt wat uniek, hè? In elk andere... U mag niet juwelen houden. Allee, ah, ja. Allee. Zijn alleen geïnteresseerd in het pand. Ja. Het pand is wel... Ja, met een mooie spotje. Je gaat natuurlijk niet even goed als dit, maar... Ja. Met dit zou je even goed de hele straat kunnen opkomen, hè? Want kies je speciaal voor je winkel. Kies speciaal voor je... Vereerd moeten zijn. Heeft u wel gelegen? Ja, daar heeft hij gelijk, maar gaan we moet daar al niet in gaan op je voorstellen. Gaan we naar de extra zo mevrouw? Ja. Wilt u helpen zoeken naar mijn contact?
tot zover deze activiteit. Nu zijn we allemaal moe.